Jan Vaassen, ik woon in Eindhoven en ik heb vanaf het begin van het MIP meegewerkt aan de inventarisatie van een groot aantal dorpen en steden in Brabant. Toen het vervolg, het MSP, kwam, was het eigenlijk logisch dat we weer met dezelfde club doorgingen. Daar was ook ruimte voor. Dus ik heb na ongeveer 3 jaar MIP ook nog eens een keer een aantal jaren het MSP gedaan voor de provincie Noord-Brabant. Als ik terugdenk aan het MIP, dan was de grootste verrassing voor mij wel het industrieel erfgoed. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik gekozen heb voor de Witte Dame in Eindhoven. Het is voor Eindhoven natuurlijk een heel bekend gebouw ondertussen. Een grote fabriek van Philips vroeger, midden in de stad. En als een van de eerste grote industriële complexen in Eindhoven overeind gehouden en herbestemd. Dus dat vond ik heel bijzonder dat dat in die tijd nog helemaal niet leefde. En met het MIP kwamen we daar een beetje achter dat het ook interessante gebouwen waren. Niet per se heel gelikt en heel mooi, maar qua verhalen, qua geschiedenis wel heel erg waardevol. Nou, het leuke van het MIP was dat we zo jong en beginnend als ik toen was, toch heel veel vrijheid kreeg om op stap te gaan. Je kreeg je eigen gemeentes toegewezen en dan moest je maar gaan rondfietsen, rondkijken. Natuurlijk wel wat bureauonderzoek van tevoren. Maar het mooiste was toch altijd het buitenwerk, het veldwerk. En ik vond het zelf heel verrassend wat je toch kon aflezen aan al die gebouwen en structuren. Wat je zag dat er zoveel achter zat. Want met je studie, ja, dan leer je van alles over de Dom van Florence en de meest beroemde schilderijen. Maar een willekeurige Brabantse boerderij, daar de waarde van, heb ik toen eigenlijk pas ontdekt. Ik was helemaal niet zo thuis in die meer cultuurhistorische bouwkunst. Maar dat is snel veranderd en dat heeft me ook wel heel erg aangenaam verrast. Dat was leuk. In het begin gingen we vaak met een clubje mensen op stap. Ook om van elkaar te leren, dat je niet in je eentje moeilijke beslissingen moest nemen die verkeerd uit zouden pakken. En ja, dat was ook heel gezellig. Ik had af en toe het gevoel dat het vakantie was, want je hing een fototoestel om en je huurde ergens een fiets. En je ging de hele dag maar rondkijken. Nou, wat ik in het MIP geleerd heb, is in elk geval dat de waarde niet per se zit in de grote monumenten en de kunst met de grote K, zeg maar. Maar dat je ook heel veel kunt hebben aan juist die plaatselijke dingen. Waar een plaatselijke heemkundekring heel veel over kan vertellen. En wat je zelf nooit ontdekt zou hebben. Wat ook niet in de standaard boeken en reisgidsen staat. Maar echt de waardering voor de verhalen erachter. En de gebouwen en de structuren die daar vertegenwoordigen. Daar heb ik wel van het MIP geleerd. In het MSP ging dat nog wat verder, want werd ook wel nadrukkelijker gevraagd. Van ja, als er een belangrijk interieur zit, kijk daar dan ook naar. En ik was echt aangenaam verrast over de mensen die dan in zo'n huis wonen. Waarvan je denkt, nou, er zit misschien nog wel een mooi interieur uit de bouwtijd in. Bel gewoon aan. Nou, ze laten je binnen en krijgt hun hele levensverhaal te horen. En je mag alles zien. Terwijl ik ook af en toe denk van ja, maar stel nou dat je verkeerde bedoelingen hebt. Maar misschien zagen ze meteen aan mij dat dat niet het geval was. Maar nee, vaak heel open en laten zien wat er kon, wat je had. De monumentenzorg, toen ik daar pas voor kwam te werken, was ook wel heel erg op individuele objecten gericht. Bij het MIP werd dat iets meer opgerekt. Gingen we ook al kijken naar complexen van gebouwen, naar stedenbouwkundige structuren. Maar ik denk dat dat wel een hele grote verandering is naar het heden toe. Dat we in elk geval in die erfgoedsector proberen om de dingen steeds meer in samenhang te zien. Dat is ook binnen de gemeente, moest er een nieuwe nota voor archeologie komen. Maar dat is eigenlijk de aanleiding geweest om met alle collega's van het erfgoed bij elkaar te gaan zitten. En ook de monumentenzorg en de archieven en ja, alles wat maar een beetje met erfgoed te maken heeft, ook zelfs de herbestemmingen, daarbij te betrekken. Dat vind ik wel een hele grote verandering, maar ook wel een winst waar je binnen het MIP al een beetje de aanzet toe voelde. Voor de erfgoedzorg van nu, ja, ik denk een open blik is heel belangrijk. Niet alleen kijken naar wat in de reisgids belangrijk wordt geacht, maar vooral ook wat ernaast en erachter staat. Soms zelfs onder de grond, wat er onder de grond ligt. En ook luisteren naar mensen die misschien niet zo strikt daarvoor gestudeerd hebben, maar vanuit een heemkundekring of vanuit een persoonlijke ervaring ook heel veel te vertellen hebben over de geschiedenis van een stad. Want al die aspecten samen, die spelen mee natuurlijk en spelen een rol
om het totaalplaatje helder te krijgen en de waarde te bepalen van erfgoed. Die maatschappelijke context, dat is de laatste jaren wel heel erg gegroeid. En ja, daar moet je echt rekening mee houden, dat is belangrijk.